Ja, nu is het de beurt aan meneer De Boek. Uw analyse alsjeblieft. Voor jou hebben we sterk aan de wedstrijd begonnen, denk ik. En we hebben dat kunnen doortrekken 90 minuten, daar waar het bijvoorbeeld vorige zaterdag maar 45 of 60 was. Ik denk dat dit een absoluut verdiende overwinning is van een ploeg die heel veel engagement getoond heeft, die heel veel druk naar voren heeft uitgeoefend. Die vandaag straalde van de collectiviteit en die heel weinig kansen heeft weggegeven. Ik denk dat dit de ploeg is die ik eigenlijk altijd zou willen zien. En spijtig genoeg is het dan veel voetbal. En de ene keer krijg je dat dan eruit en de andere keer niet. Dat heeft waarschijnlijk ook met de tegenstander te maken. Maar ja, het is de job van ons om dat zo vaak mogelijk op de mat te brengen. En ik ben gewoon fier op mijn jongens. Ik ben heel blij met wat zij vandaag getoond hebben. Tegen een standaard dat toch na de wedstrijd van vorige week vertrouwen had getankt tegen Loker. Als je dan zo'n prestatie kan neerzetten, dan kan je als trainer niet anders dan tevreden zijn. Is er nog iemand een vraag? Ik weet dat jullie erg krap zitten. Dat heeft waarschijnlijk met de tegenstanders te maken, zei je daarnet. Dat is altijd in voetbal. De ene is sterk, de ander is minder sterk. Heeft te maken met de tegenstander die minder sterk is, dat een andere sterker voor dat komt of omgekeerd. Ik denk dat daar nog nooit een wetenschappelijke studie over gemaakt is. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat vandaag Sterkbrugge heel sterk was. En heeft dan te maken omdat Standaard niet goed was, of was Standaard niet goed omdat Sterkbrugge zo sterk was. Dat is een mis dat van twee kanten snijdt. Jullie speelden op Schessin ook een sterke wedstrijd. Ja, dus daarom zeg ik van... Toen zei je zelfs de beste ooit binnen. Ja, misschien dat we vandaag 90 minuten goed voetbal hebben gebracht. En ja, dat zou ik liefst de volgende 9 wedstrijden ook zien. Maar in voetbal zijn er geen zekerheden, spijtig genoeg. Verbist dat moment dat Normeur is uit twee keer cruciaal. Alsjeblieft. Verbist twee cruciale reddingen. Daar staat hij voor. Hè. Ik bedoel, je bevestigt wel ook in match dat je weinig werk hebt. Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Ik denk dat Standaard vandaag inderdaad niet veel kansen heeft gehad. Het is belangrijk dat uw keeper ook in die momenten geconcentreerd staat te keeperen. Dat heeft hij vandaag getoond. Nog iemand? Dan wens ik u een fijn einde jaar, een ongelooflijk goed nieuwjaar. En we zien elkaar terug op 23 januari. We gaan elkaar missen. Hè. Het is zo lang. En dan is het Cercle Charleroi. Bedankt. Goeiedag.